Deze twee koffers, die staan voor jou. Ja. En deze envelop. En die mag je nu openen. Hoi, hoe is het met jou deze ochtend? Goed. Ja? Ja, met jou ook. Zeker. We gaan zo een kopje koffie. Maar het is echt een prachtig gebouw. Ja? Ja. Toch je al kijken. Ja, het lijkt me echt bijzonder om hier te werken hoor. Ja, het is wel leuk om hier te werken hoor. Ja, het is elke dag anders. En inderdaad, het gebouw is heel bijzonder. Ja. Dit wil je gelijk afbreken? Ja. Ja. Alsjeblieft. De rest is voor jou. Ja hoor. Ja. Nee, echt heel goed geholpen. Dit is mijn fooi. Hij betaalt een koffie voor €2,60. En hij zegt, de rest is voor jou. Ja, heb je alvast de regeling voor me? Natuurlijk. Tegenwoordig zitten we ook in de kinderbedden. Dus het is een beetje chaotisch op de zaak. Oh, okay. Want ja, heb je zelf kinderen? Ja, ik heb een dochter. Oh, echt? Ja, echt waar. Wat denk jij als moeder zijn? Ja, ik heb een dochter, dus dan. Dus die? Ja. Wat grappig, want hoe oud is je dochter? Ze wordt morgen 2. Echt waar? Ja. Morgen al? Nou, dat is wel heel toevallig. Dat is ook wel de perfecte leeftijd ervoor. Ja, inderdaad. Het is echt zo'n tussenbed, klopt dat? Ja. Ja. Oh, je geschikt vanaf 2 jaar. Ja. Ja, het is echt geweldig. Ja. Nou ja, hopen dat het ook gaat lopen natuurlijk. Ja, ik denk het wel hoor. Nou, weet je wat? Ik ga jouw dag ook goed maken. Ik zal zorgen dat je zo'n bed voor je dochter krijgt. Ja? Omdat je zo spontaan met de mensen hier omgaat. Ik mail jouw baas en dat komt helemaal goed. Fijne dag. Fijne dag. Doeg. Zeg die, ik mail je baas en ik zorg dat jij er ook eentje krijgt. Maar hoe vet is dit dan? Ja, maar ik weet niet nu hoe. En Ines is morgen jarig. Ja, Ines wordt morgen 2. Hoe komt het ineens vandaan? Ik weet het ook niet. Mag ik 6,50 euro op de rekening? Mag je er 7 van maken? 10? Ja, bedankt. Oké, doe maar 8. 3 maakt 10. Dankjewel. En 7. Hey, deze twee koffers, die staan voor jou. En deze heb ik op. En die mag je nu heeft ze iets anders gezegd, nee. Waarvan het is en van wie het is? Ze zei alleen, deze twee koffers zijn voor jou en hier, die envelop is voor jou. En ze is weggegaan. Oh my god. Ik bedoel, er is toch niemand die meer kan gebruiken dan jij? Ik had het maar niet verwacht dat iemand dat voor mij zo. Dat is eigenlijk wat mij het meeste gaat. Ik ben wel stiekem blij dat ik jou ook niet.